Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. Ik dacht, ik ga nog eens een video opnemen. We zijn weer al bijna half juli, het gaat zo snel. Dus ik dacht, we gaan eens een video doen voor jullie, tweelingvlammen. Misschien, wat zijn de schaduwen dat we op dit moment doorheen aan het werken zijn? En ik hoor één apart voor de mannelijke en één voor de vrouwelijke energie. Oké, dit is vrouwelijke energie. En we krijgen attraction, manifestation, maar omgekeerd met nummer 2. Oeh, dat is te veel. En dan, wat is de schaduw voor de mannelijke energie? Waar gaat die op dit moment doorheen? En weet dat de mannelijke en de vrouwelijke energie ook van toepassing is op ieder van ons. Dus we hebben allemaal de mannelijke en de vrouwelijke energie in ons. En het eerste doel dat we moeten aan werken is ervoor zorgen dat die eenheid in onszelf er komt. Dat je geleerd hebt dat je mannelijke en vrouwelijke energie gaat samenwerken. En we krijgen voor de mannelijke energie de maan met fases en mystery, instinct en discovery. Dus is het ook verbonden met vissen. Misschien dat er iemand een vis is. Dus dat is voor de mannelijke energie. Maar ook ondersteboven. Waardoor ik het gevoel heb dat de mannelijke energie niet zozeer naar buiten gericht is op dit moment. Maar echt wel naar binnen. We gaan eens zien. Wat dat we nou hier krijgen. Ik heb het gevoel dat ze eigenlijk allebei naar binnen gericht zijn. Want de vrouwelijke energie krijgt manifestatie, de kaart, dat eigenlijk meer verbonden is met de mannelijke energie, maar ondersteboven. En de mannelijke energie krijgt eigenlijk vissen, de maan, die meer verbonden is met de vrouwelijke energie, maar dus ook ondersteboven. Oké, ja. Dus hetgeen wat ik hoor is, dat is dat beiden, afhankelijk van waar jij jezelf in herkent, eerder in de mannelijke of de vrouwelijke energie, dat als je de vrouwelijke energie van nature uit bent, dat je eigenlijk meer gericht bent op je eigen mannelijke energie in dit moment. Ik zie 222 op de opname recorder. Dus dat je gefocust bent op je eigen mannelijke energie. Niet op de mannelijke energie in de connectie, maar dat de ander dan, die de mannelijke energie in de connectie is, eerder gefocust is op zijn eigen vrouwelijke energie. Dus niet op de vrouwelijke energie in de connectie. Ik hoop dat dat duidelijk is. En dan maakt het uiteindelijk wel logisch dat het ondersteboven ligt. Maar we gaan zien. Wat moeten we nog meer weten over de vrouwelijke energie? Dan krijgen we de 3 van bekers ondersteboven. Oké. Ik had gevraagd dat ik ze allemaal moeten nemen, want er zijn een heleboel. We hebben de 6 van wanten omgekeerd. De 8 van wanten omgekeerd. De... niet omgekeerd, gewoon. De 6 en 8 gewoon. En dan de 5 omgekeerd. En dan de magier ook omgekeerd. Dus de vrouwelijke energie zit op dit moment, doordat ze het feit dat ze zoiets heeft van ja, ik moet hier leren van hoe dat ik met mijn eigen mannelijke energie kan gaan samenwerken. Want als ik dat niet kan, kan ik niet vanuit balans en vanuit eenheid met mijn externe mannelijke energie gaan communiceren, gaan stand houden. En daardoor begint ze meer en meer ook te snappen dat hoe meer dat ze die eenheid in zichzelf gaat gaan cultiveren en zichzelf daar ook succesvol van in voelen, dat die mannelijke energie dat kan gaan weer spiegelen met zijn eigen vrouwelijke, innerlijke vrouwelijke energie. En dat dan de communicatie ook weer gaat, ik ga niet zeggen versnellen. Het kan wel zijn dat voor sommigen als plots een versnelling ervaren wordt. Maar het gaat vooral zijn dat het een einde is van de worstelingen. Omdat de vrouwelijke energie geleerd heeft om vanuit zichzelf die eenheid te creëren, te manifesteren, dan aan te trekken en dan van daaruit haar ruimere wereld gaan creëren. We hebben dan de uitleg voor de mannelijke energie.
mannelijke energie. Hoepla. Hebben we de 9 van bekers. De 9 van bekers. Oh. We hebben de 10 van bekers ook omgekeerd. En de oneindigheidskaart is eigenlijk de nieuwe wereld. Het is zo opvallend dat de mannelijke energie voornamelijk bekerskaarten krijgt. En we krijgen de 3 van zwaarden omgekeerd. Dus dat heeft te maken met hartsteen, of vandaar ook de zwaarden door het hart heen. En daaronder ligt de 10 van de 10 van munten omgekeerd. En de, niet de emperor, maar de hierophant. Dus eigenlijk die verbonden is met vaste structuren. En hier hebben we dan de judgment. Ja. Dus de mannelijke energie is echt misschien nog meer dan de vrouwelijke energie aan het jongleren met emoties. En aan het ontdekken van, ja, hoe werkt dat hier nu eigenlijk? En hoe werkt de energie? En hoe zit dat allemaal aan elkaar? En hoe komt het dat ik al die dingen hier ervaar? En hoe komt het dat ik niet van die vrouwelijke of van die persoon weg kan blijven? Waarom word ik dat constant zoals een magneet naartoe getrokken? Dus die zitten nog maar eens, als dan weer iets is die niet de eerste keer is, maar weer in de volgende fase is. En de bedoeling daarvan is omdat hij dan uiteindelijk hartzeer en pijnen en wonden die te maken heeft met liefde, die te maken heeft met relaties, die te maken heeft met ook het zelfbeeld, de zelfliefde, zelfwaarde, al die dingen. Dus dan denk ik ook maar aan verlatingsangst, bindingsangst, al de andere angsten. Dat die op een dieper niveau aangekeken worden, mogen worden. Oké, daar moeten we nog over weten. Hoepla. We hebben de ridder van wanten en dan de judgment card, zoals ik daarnet zei. En bij de ridder van wanten zie je ook die twee wanten, die bij mij ook altijd de verwijzing is naar de geheelde vrouwelijke energie en de geheelde mannelijke energie. En het is pas van wanneer dat die er is, dat ze inderdaad in staat zijn om dan die passie, dat vuurelement te delen ook met de wereld en iemand anders. Maar dus, dat zijn ze ermee bezig, omdat ze naar binnen gaan en gaan kijken hoe of wat. Ik ga eens zien, want om zeker te zijn, die kaart kan ik maar niet onthouden welke dat is. Dus we gaan gewoon kijken. Ja, het is de hermit kaart, dus inderdaad naar binnen gaan. Dus daarmee, als er nu een periode is waarin je jouw mannetje er niet vaak hoort of er is heel weinig communicatie, maak je geen zorgen. Je weet, zeker als je jezelf de vrouwelijke energie bent, ga gewoon naar binnen. Versterk die relatie met je eigen mannelijke energie. Maak je eigen mannelijke energie krachtiger, maar vanuit de verbinding met de vrouwelijke energie. En dan ga je zien dat, dat de mannelijke energie dat eigenlijk ook gaat weerspiegelen. Ik ga nog eens kijken met welke vlammen dat jullie kunnen samenwerken of dat jullie kunnen aanroepen. Wat kan de vrouwelijke energie meewerken. En we gaan een kaart voor de vrouwelijke energie zelf en een kaart voor de connectie. En dan het omgekeerde binnen mannelijke energie ook. Dan hebben we aartsengel Uriel met deze vlam en vriendschap. Ja, en dat is eigenlijk ook zo bij als de relatie met jouw tweelingvlam eigenlijk niet stroomt, zie dan jouw tweelingvlam niet als de huge, de ideale partner, wat dan ook. Maar maakt, zie ze gewoon als een hele goede vriend. Als gewoon iemand dat je het heel goed mee doet. Maar zonder al die extra verwachtingen eraan te koppelen. En dan krijgen we ook Divine Intelligence met Metatron en de diamantenvlam voor de connectie. Dus de vrouwelijke energie kan met deze twee energieën samenwerken. Dus deze vooral voor de eigen vrouwelijke energie, dit voor de connectie. En dan doen we hetzelfde met de, voor de vrouw, mannelijke energie. En ook dan weer opnieuw, als je niet, de dingen niet snapt rond de dynamiek van mannelijke en vrouwelijke energie, laat het gewoon voor wat dat is. Probeer het niet gewoon te forceren. En dan zien we hier voor de mannelijke energie hebben we aartsengel Raziel met intuition. Wat dat eigenlijk ook weer niet toevallig is, want wat is vrouwelijke energie? Dan kun je meer verbonden met de intuïtie. Dus dat zal nog extra behulpzaam zijn voor de mannelijke energie. Bijvoorbeeld als vrouwelijke energie
kan je ook deze kleur, deze vlam sturen naar jouw eigen mannelijke energie en de connectie. En ook weer hier, wat dan niet zo toevallig is voor de connectie, ook weer Metatron. Ze zien maar ook weer de weerspiegeling. Dus de verschillende diamanten. Maar dit is met een extra zilveren randje, wat dat de vrouwelijke energie is. En dit is een extra randje, de gouden energie. Dus je ziet de weerspiegeling. De kern is de eenheid tussen mannelijke en vrouwelijke energie. En dan weerspiegelen ze elk aan elkaar de andere energie. Dat is eigenlijk fantastisch mooi hoe dat in elkaar zit. Dus dat. Voor diegenen die lid zijn van de tweelingvlam groep, daarvoor komt er nog een tweede deel aan de video. Waarin ik ga kijken per zodiacteken wat dat nog extra boodschap is. En nog boodschappen van je tweelingvlam ga doorgeven aan de rand van dit mooie rode dek. Zoals ik het al vaker gebruikt heb. En zoals altijd blijven ze heel vastzitten in het doosje. Maar ik voel wel dat ik die mag doorgeven voor jullie al. En dan, wat is de boodschap? Wanneer ik mezelf dieper toelaat om te denken over jou, dan voel ik mijn hart helemaal openen. En er is een les die moet geleerd worden. En het heeft ook te maken met vertrouwen. Dus dat zijn ook de twee boodschappen nog voor het collectief. Wil je ook de diepere boodschap nog bekijken, lezen, horen, zien, maakt niet uit. Dan raad ik jou aan of nodig je uit om lid te worden van de tweelingvlamgroep. Dat zijn allemaal tweelingvlammen die regelmatig vragen stellen rond hun eigen project, connectie dus. Daarvoor gaan we dan nu nog een extra uittyping doen met de boodschappen en ook de tarot nog en orakelkaarten voor ieder zodiac. Voilà, dat was het voor nu. Het linkje naar de tweelingvlamgroep vind je hieronder en ik zie je vast in de volgende video. Daag!